Parijs. Marlon brengt vanavond het pianoconcerto nummer 2, opus 21, van Frédéric Chopin. Frédéric Chopin was een Pools componist en virtuoos pianist uit de romantiek. Hij schreef vooral pianomuziek waarin elegante, expressieve melodieën en vrije vormen worden gecombineerd met een briljante pianotechniek. Het concerto nummer 2 componeerde hij in 1830. Hij was toen 20 jaar oud. Op de première zat Chopin zelf aan het klavier. Nu is het Marlon, die speciaal in het Chopinjaar het eerste deel voor ons brengt. Maestoso. Graag uw aandacht voor Marlon Corneli en het Conservatoriumorkest onder leiding van Wilfried de Roo.
Na dit schitterend laureatenconcert wil ik heel graag onze 7 laureaten die vanavond opgetreden hebben nog eens vooraan roepen. Dat zijn Anne-Sophie Vuilsteken, Astrid Wouters, Emma Wouters, Lisa de Kramer, Ilian Kessels, Tom van Rijbroek en Marlon Cornini. Geef ze een applaus.